4, 3, 2, 1. The Wheel of Energy is nu officieel gestart. Op 10:10, om precies 10:10, werd het enorme loopwiel van de Wheel of Energy in beweging gezet. Initiatiefnemer en marathonloper Richard Bottram hoopt dat het reuzenrad een jaar lang op menselijke kracht blijft draaien. Dit alles met maar één doel. Zoveel mogelijk aandacht en geld voor de strijd tegen kanker. We zijn 2 jaar bezig geweest met de voorbereiding en uiteindelijk staat mijn leven al 6 jaar in het teken van de strijd tegen kanker. En voornamelijk om die mensen die met kanker te maken hebben een hart onder de riem te steken. En dan is dit toch wel echt een mijlpaal. De feestelijke opening op het Jan Dellaertplein werd begeleid door presentator Humberto Tan. Hij draagt de actie een warm hart toe en besloot zelf ook mee te lopen. Ik ben helemaal niet goed getraind. Ik ga lopen zolang ik kan. En dat is ook het enige wat iedereen vraagt. Hè. Je loopt zolang je kan. Sommige mensen dat 10 uur, andere mensen dat 10 minuten. Iedereen is welkom. En dat is juist het mooie van dit project. Het gaat niet om hoe goed je getraind bent. Het is geen wedstrijd. Het is proberen dat wiel aan de gang te houden. En als je dat 2 minuten volhoudt, perfect. Om het wiel een jaar lang draaiende te houden, zijn maar liefst 30.000 lopers nodig. Directeur van Schiphol Jos Nijhuis gaf alvast het goede voorbeeld. Ja, het is hartstikke leuk om erin te lopen. Het valt me erg mee, moet ik zeggen. Het veert ook een beetje, dus dat is goed voor de knieën. Ja, en tegelijkertijd, als ik dan nadenk dat Richard Bottram hier elke dag een marathon in gaat lopen. Hij doet dat in een rustig tempo, dus we zullen er ongeveer 4 uur over doen per marathon. Dan moeten wij, en met wij bedoel ik de hele community van Schiphol, ons uiterste inspannen om hem die steun te geven en ervoor zorgen dat we met hem meelopen, CQ, het wiel draaiende houden als hij er niet in loopt. Wil je ook meelopen? Kijk dan op de website van The Wheel of Energy voor meer informatie.